Kunstmatige intelligentie is eigenlijk dat op basis van heel veel informatie die ons toekomt, dat we eigenlijk van tevoren kunnen bepalen op basis van scenario's die ingeprogrammeerd zijn, dat we kunnen zeggen van nou die persoon, grote kans dat hij linksaf, rechtsaf of verdachte bewegingen maakt. Beveiliging komt daar zeker in ook naar voren. Niet alleen camera's, maar dat is wel hetgeen waar je nu de grootste stappen in ziet. Dat we op basis van cameratechnieken mensen kunnen volgen en kunnen we zien of ze verdachte bewegingen maken. Kroon is een elektrotechnische dienstverlener, gespecialiseerd in de elektrotechnische installaties in gebouwen. Zo hebben wij de totale beveiliging gedaan bij het Paleis van Justitie. Zowel de security als de safety systemen ervan, maar ook de intelligente verlichtingssystemen, 220 data, eigenlijk het hele palet. Vraagstukken waar we hier goed rekening mee hebben gehouden was eigenlijk de toegankelijkheid van het pand, maar ook het verhaal van open versus gesloten, want je wil natuurlijk niet dat het lijkt op een gevangenis. Dus we hebben zoveel mogelijk gezorgd dat de beveiliging niet aanwezig is. Goedemiddag. Goedemiddag, mijn naam is Richard van der Velde van Kroon. Ik heb een afspraak met Ron Schoof. Ja, prima, komt u verder. We hebben een nieuw gebouw neer laten zetten hier aan IJdok in Amsterdam, vlakbij het Centraal Station, waar alle medewerkers van het Hof weer bij elkaar komen en alles bijeen is gebracht. Het bijeenbrengen geldt ook voor de beveiliging. In het verleden zaten we op drie verschillende panden, maar was er alleen beveiliging aanwezig in het pand met een publieksfunctie, het paleis. En omdat nu alles bij elkaar is gekomen, zijn ook de andere medewerkers onder dezelfde paraplu gekomen. Kroon heeft ons geadviseerd bij de keuze in de verschillende beveiligingssystemen waar wij mee wilden werken. En die heeft voor een oplossing gezorgd dat al die systemen met elkaar kunnen samenwerken en centraal samenkomen. Bijvoorbeeld hier in de centrale meldkamer. We hebben onze beveiliging hier opgedeeld in drie verschillende segmenten. Wij noemen dat zelf het observatiegebied, het beveiligd gebied en het vitaal gebied. Het observatiegebied, dat is het gedeelte wat voor het publiek toegankelijk is en ook het gedeelte wat direct om onze gebouwen heen ligt. Het beveiligd gebied is alleen maar bestemd voor het eigen personeel. En het vitaal gebied, daarin zijn een aantal functies gehuisvest die we extra willen beschermen en beveiligen. Het is denkbaar om de beveiligingsinformatie van de bezettingsgraad van afdelingen te linken aan bepaalde tijdstippen op dagdelen. En op basis daarvan kan bijvoorbeeld facilitaire dienst rekening houden met schoonmaakrondes die ze moeten voeren. Wanneer is het rustig of wanneer is het juist druk?